Kujoen en welkom bij Houlevering Jochen van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En ons gast is Jochen, tweede Kamerlid Lutz Jacobi van de Partij van de Arbeid. En we zullen maar haar fruit op de listlokkersverkiezings van die partij die het manje beginnen. Eerst wie in de vijf, doen er maar twee. Kandidaten voor de post van listlokker bij de Partij van de Arbeid voor de komende verkiezings. Twee wie in de net geschikt en één, Jacques Monash, Lutz hemzelf juster waarom. Lutz Jacobi van Wergeer bezocht het Jernelien Excels. Maar master doel is het Jin Diederik Samsom. Nou verliet ze van Maitie de tweede kamer. En zocht ze haar partij al skoftenlang historisch leeg in de peilingen steen. Ja, welkom in het politbureau, Lutz Jacobi. Eerst nog vier kandidaten voor de listloeken van de Partij van de Arbeid. Dan nummer twee, Samsom en Ascher. Maar eerst even het opstappen van Monash. Hoeveel keer doet dat hier in partij eigenlijk? Ja, nou, ik denk... De persoon zelf, de partij, dit soort dingen heeft geen winnaars, is het alleen nog maar skeer. En giet er zo meer met de Partij van de Arbeid in de peilingen? Het is heel erg zonde. Ik heb erg zonde voor de verkiezings. Er zit een mooie spanning op, zeg maar. Maar ik zou wel eens wat, een beetje rustig, net zo maar het gestrekte been erin. Net de volle in de hoogste versnelling. Dat zijn je Monash. Ja, een beetje rustig. Maar ik denk dat zo wel een mooie spanning wil hebben. Maar vind je er nog van dat hij nou sign heeft van ik loop niet weer om? Ja, als je nou de reden, dan zeg ik, het is net nodig. Hier het nog maar net dien. Ik denk zelf, ik heb waarom zo juist te doen nog naar de reacties van Hans Pekman. Ja, die vindt het laf, hè? En een soort mini-dictator. Dat soort dingen vind ik, dus ik ben net verstandig om te zeggen. Ik ken Jacques heel goed, het is een super sociaal-democraat. Mijn beeld is toch wel een beetje van dat in de mannetjeswereld dat ze ontploft binnen. Zo zug ik er wat zin aan. Want Mona zei het eigenlijk van, ik heb net genoeg invloed op het partijprogramma. Hè? Ja, want de listlokken wordt pas bekend op het moment dat dat partijprogramma al klaar is. Ja. Is dat een argument wat valide is, wat staan houdt veel? Nou, het is al wel heel laat. Daar ben ik heel erg mee eens, Jacques. Maar als er wat veroordeeld wordt, dus zoals nooit beleven, dat is bij geen enkele, tenminste dat is buzen nooit geweest, dat een listlokker zelf heeft bepaald dat er nog vier grote punten of zo, ik noem wat aan de zorg of aan integratiedebat of zo toevoegd wordt. Nee, dat gebeurt altijd op een congres. En dan kiest iedereen, ik dus een listlokker in spe, ken nou, mits die 100 handtekeningen verzameld, voorstellen doen voor het congres. En dan wordt er gestemd. Dat is democratie. Dat is ook wel logisch dat Mona... Dus eigenlijk denk ik, waarom is dat die? Die is beter bloeien, kijk. Ja, Mona is gewoon natuurlijk net de boer op een verkiezingsprogramma wat hem net noaskert. Nee, maar dat hoeft ik net. Als dat hele wezenlijke punt en heel belangrijk vindt, dan zwaar je dat ze erin komen. Ik ben trouwens, maar dit verkiezingsprogramma nooit toevallig heel blij, want het is een hartstikke goed verkiezingsprogramma. Ja. Maar zo hij, Monash, als een soort mini-dictator, zat Spekman zoiets, maar een eigen beweging beginnen, hoor je ook direct mee? Nou, ik heb juist morgen even met Jacques praat. En daar heb ik, of ik heb het goed oplet, maar ik hier net scherp dat hij de partij verlitten zoekt. Kan ik me helemaal niet eens voorstellen. En ik kijk net scherp dat hij uit de fractie is. En ja, dat laatste, dat vind ik gewoon echt heel erg zonde. Maar ja, aangezien hij dat doet, volgens mij moest het meteen een oral rekening met me horen. Kijk samen. Ja, ondersteunt u mijn oren partijen misschien? Ja, maar ik vind Jacques echt een PvdA. Ik vind het gewoon echt hartstikke zonde. Ja, dat vind je dus zelf blijkbaar net meer, hè? Nee, ik denk het wel. Maar de Partij van de Arbeid, 28 zitten in 2012. Dat die ongekend heeg als een soort sjenstem op Samsom om Rutte. Dat is nou natuurlijk net meer zo. Nee. Peilingen zien een jongen zitten. Vernietigt de Partij van de Arbeid hemzelf? Ja, nou, dit is in ieder geval... Ik word net vrolijk voor, ik het zal maar zeggen. En die peilingen die zijn al heel lang op dit aantal. Ze zijn altijd in de verkiezingen. Ze kennen zelfs nog wel meer naar beneden, maar dat ken ik wel weer stijgen. Dat gebeurt de laatste maand net. Nee, gebeurt de laatste maand net. Er is altijd heel lang... Het is maar... dat gebeurt ik toch eens zelf, dit onderzoek. Het is ongeveer waar rond de 20 zitten. Ja. Maar ja, ik ging er maar vanuit of het nou 10 euro of 20. Het wordt een veldslag. Ja, het is wel overzichtelijk nou, hè, de listlokkersverkiezing. Ascher of Samsom. Het waren dezelfde typen. Die ik maar de VVD aan de ex-wien zelf van ABO. Ja. Nou, ik moet me allemaal werken, dus ik maar Samsung ken haast net. Want hebben het sinds Samsung opname in 2012. Ja. En Samsung heeft een fractie verwaarloosd. Ik doe een keer uitspraak. Vind je dat goed?
Nou ja. Ja, maar die enige doelbeeld is Asje natuurlijk, al reëel. Ja. Ik dacht een keer in het spel. Wat ik wil... Maar is Asje van de partij lekker het oorsvrees? Ja. Is dat meer een stemmenloeker dan Samson? Ja, uit onderzoek blijkt wel dat hij de meeste stem trekken geeft. Dus ook geen van de partij dan? Nou ja, dat kan een overweging wezen. Ik heb dan helemaal net een keuze maken. Dat ik zou zeggen. Maar ik zou elke maken hier zoeken meer ik het zeggen. Ik wil met deze meisje werken. Het is in een partij ook altijd wat ingewikkelder. En in 2012 hebben wij een hele vrolijke verkiezing houden, waarbij de kandidaten elkaar aanvulden. Je bent wel van dezelfde club. En ik houd mijn hart ook wel een beetje vers toen Mona als de Mike gestrekt been ingong. Ik dacht, jongen, beschadig je elkaar nog net. Maar de kist ik een oren toe aan slaan en wat vrolijker. En toch die Bjatske brengen. En dat, ja. De Partij van de Arbeid slag er dus net in om het Bjatske goed te brengen, om de goede sfeer deel te zetten. Nee. Dit is een recept voor een bloedbad. Ja, dat is zeker een recept voor een bloedbad. Ja, en, je bent een hartstikke leermaar natuurlijk. Misschien moet er nog een, wat healing en wat yoga en weet ik wat wil je nodig hebben om die zaak weer aan de gang te krijgen. Ja, daar liep het tot een led voor haar. Ik vind het echt een mannetjeswereld. Ja. In de zin van mannetjes. Heb je kleren dat je draagt een muur binnen? Dat je doet binnen? Nou, ik vind dat... maar dat is nou heel erg natuurlijk gefocust op de Partij van de Arbeid even. Als heel erg just naar wat je baat. Het gebeurt. Ik ben orenpartijen. Als just Verdonken en Rutte hebben we gedonden. Tofik Dibi en Sap. In een partij is dit vernietigend. Versquost elkaar. En dat is gewoon nooit goed. Maar het is just dat ik in de hele politiek. Er is in het zien hier dat ik in de Tweede Kamer zit. Vind ik wel het heel erg hoe persoon langs me gewoon. De inhoud raak ik het steeds meer op achtergrond. En dat is net de reden waarom ik dienend wijs wil aan de democratie. Ooit mooi stoppen. Maar je bent dat stukje zou ik nooit missen. Bleed mooi dat je de kleren maar binnen. Nog keer dus uit het Tweede Kamer wat je krijgt, Sissen. Ljouwert, die had nou aan de leden, PvdA Ljouwert, een brief stuurt dat er ik een lijsttrekkersverkiezing in de stad, in de gemeente Ljouwert komt. Werk je, wij en jou, sinds kwart ik, onderdeel van Ljouwert. Stel je daarvan beschikbaar? Ja, dit is al heel gauw, hè. Dan moet in maart of zo moet er al een lijst komen voor de verkiezingen. Ik heb al wat gesprekken gehad en ik zei van, nou, ik weet nog net wat ik dwang in. Maar het is net uitsluitend dat ik, maar ik zou het wel hartstikke leuk vinden. Maar het werk wat ik ernaast krijg, moet het wel mogelijk maken. Maar het lijkt me wel heel leuk. En volgens mij geven we dan daar wel wat moois voor maatje. Ja, dat soort skeer die de Partij van de Arbeid bij de komende Kamerverkiezingen mogelijk oprint. In jou het behind the camera, want je bent natuurlijk wel een stemmenloeker. Ja, nou in Friesland is de Partij van de Arbeid altijd al wat orenstatus dan in de orenprovincies. Noorden weet altijd wat, maar ik denk dat Friesland altijd nog wel de sterkste PvdA van had. Ja. En nou ja, we hebben hier ook de wortels. Dus misschien moet het hier ooit weer beginnen. Ja, en dan met jouw man. Als die nieuwe baan talit, stel je beschikbaar. Ja, ja. Je hebt zelf al wat ondervinding. Hè? Je hebt landelijk nog een keer mooi dienst, 2012. Provinciaal Sianne Wietske. Beide keer net worden. Zit je daar dan niet in dat je het nou voor de tweede keer net werken? Nee, daar zit ik helemaal niet in. Ik doe ik net mooi. Dat, misschien wel de, het is natuurlijk net een sportwedstrijd. Het winst of verliest. Trouwens, van partijen winst van verliest. Ik heb soms het meeste leren, zeg ik altijd. Ik heb een lang korballen. Dus. Ja, ik giet ook altijd op gearworking. Maar als er een verkiezing, als je dit verkiest om dat te dwalen en dat hierpelijk te dwalen, moet ik een beetje leuk hebben. En ik vind het altijd, als een verkiezing heeft alleen nog maar zin als er heel verschillende types zijn. Misschien is dat ook de landelijke verkiezing van je partij. Ja, en de tijd dat ik mooi aan de provinciale verkiezingen hier, toen weer een hele pot van de achterban, hoewel het maar een ik loop iets van 23 stemmen verschillen zit in de eerste ronde. Heb wat mensen van Lutz, hoor op zeuren, dan moest in de kamer bloeien. Ja, dat is nou natuurlijk een hele andere situatie. En dan mogelijk voor de Partij van de Arbeid in Ljouwert, in Spier. Nou, zo mooi wijze. Zo mooi wijze, voor de Partij van de Arbeid in elk geval. Let eens even zien wat uw cartoonist Garko van Beek hier van maken. Rutte, P van de Apenrots. Rutte Jacobi, tegen dank voor je komst naar het politbureau. Voor het belang van Friesland willen we wel graag dat je hier de komende week nog even blullen. Dat zullen we dat wel, hè? Mooi, dan hebben we dat al praat. Dank u wel. Dank u wel ik voor het Sjen naar deze aflevering van het politbureau. Tak een week, tiesje, ben we de Wermoy, nieuwe afleveringen, nieuwe gast. Bedankt voor het Sjen, graag ontdekt.